Dus hij lag in het water en we konden hem niet vinden. Niemand kon hem vinden. Wil je eens kort vertellen wat je van de vakantie vond? Wil je dat ik eerlijk ben? Ja. Ik ben blij dat het voorbij is. Ooit zal ik net zo fit zijn als jij. Gadverdamme, dat was echt... Dat was echt nat. Dat was mijn tong. Ja, oh. Dat was billen. Okay, thanks y'all. Yes. Eén aan twee bedden zijn, toch? Ja, dit is met... Dit is die van jou dan. Oh, oké. Okay. We moeten even kijken. Ik heb een zwembad, hè. Dat heb ik net geregeld. Ja. Yeah. Het is gewoon dezelfde kamer, toch? Oh. Oh, jullie delen dan wel een bed. Oh yeah. Ja, niks slaapt gewoon op die bank. Nee, jij gaat lekker op het bureau liggen. Oké, doei. Ik heb hier net gedoucht. Ik was echt fucking vies, maar nu voel ik me wel wat beter. Wat ik nu ga doen is mijn skincare. En dan heb ik zo 5 uur slaap. En dan gaan we weer verder vliegen. Dit is letterlijk de 4e keer dat ik deze trip nu doe. Het is eigenlijk niet eens meer origineel. Ik vind het heel leuk om nu zeg maar mijn vrienden te laten zien wat ik zo leuk vind. En om mijn vrienden daar te bezoeken. Misschien moet ik hem normaal bellen. Hey! Ik heb weer de te bereiken. Wat? Kom facetimen. Oké, bel je mij? Oh, ik ga ook niet mijn tanden poetsen. Nee, mijn voeten die zijn helemaal opgezwollen. Oké, okay, I'm gonna sleep. En ik ga nog even met Ruben bellen. Hi. Toen we waren aangekomen in Jeffy's Bay gingen we al gelijk surfen. Waren we moe? Ja. Maar je krijgt zoveel adrenaline als je net bent geland. Tenminste, ik dan. De oceaan geeft me een ongelooflijk gevoel van energie en tegelijkertijd van ontspanning. Alle zorgenproblemen zijn weg als ik in het water lig. Februari was er een gijzeling in de Apple Store. En dit is hoe wij dachten hoe het ging aflopen met de gijzelaar. Hij gaat gewoon omvergemaaid worden. Door een grasmaaier? Ja, nee, door een sniper. Ik ga voor de grasmaaier. Oké. Wat denk jij? De grasmaaier. Nee. Ik denk dat die gast, zeg maar, wordt doodgeschoten. Ja, nee, wordt doodgeschoten. Ja, maar dat die... Nee, dat denk ik al. Dat die gijzelaar ook wordt doodgeschoten. Oh... Dus zeg maar... Twee doden. Dus, dat is toch niet leuk. Dat hij dus... Maar eerst... Wie gaat als eerst dood? Eerst die man. Die oude man. Die wordt gaat niet dood. En dan en denkt dan, de politie van ja... Nee, hij pleegt zelfmoord. Ik denk dat hij zich overgeeft. Ja? Je bent niet goed. En wordt er betaald? Dat weet ik niet. En dat er hopelijk geen doden vallen. Zal ik mijn crypto-link nu naar de politie mailen? Dat ze per ongeluk door de war halen. Even ik neem je 2 milli. Goedemorgen. Oh yeah. Ja yeah, man, that's funny. Like, big elephant. You're close. Yeah, really, they were... Like, we can't touch if you want. Yeah, wow. But the elephants get really close to you. Like, they just... They're not scared. Even the really big ones. A lot of giraffes. Yesterday night he was saying giraffe, and I was like, is it skiing? Have you ever seen a giraffe fight? Yeah.
That's so crazy. Ik heb vandaag ontbeten. Ik heb mijn kamer soort van opgeruimd. En ik ga zo... Ik ga zo surfen en daarna ga ik gelijk door paardrijden. Ja? Before your favorite line. Yes, sir. En ik ga met zonsopgang surfen. Let's go. Als je met zonsopgang wilt surfen, moet je ongeveer rond 6 uur in het water liggen. Ik ging letterlijk met mijn pyjama aan naar de surfschool. Maar goed, als je eenmaal kopje onder bent, dan ben je wel echt klaar wakker. En het is echt een heerlijk gevoel. Dit is mijn surfinstructeur, Jerry. He is amazing. Dit ben ik, die turtledived for the waves. Ik surf nog niet heel lang. Ik heb nu 4 keer 2 weken gesurfd. Dus dit is op zich een aardige progressie. En ik raad het iedereen aan om het een keer te proberen. Oh, hey. Ik heb jullie niet gezien hier. Ik ben klaar met surfen. Yeah! Ik bleef uiteraard wel trainen. Geen kickboksen, wel krachttraining. 3 keer per week. Ook was er een Duits meisje in de surfloods. En ze zei dat ik haar voorbeeld was. En ik bloeide helemaal op. En toen zei ik echt zo, let's train together. En toen zei je hebt echt mijn dag gemaakt. En ik zo, stop it, je hebt mijn dag gemaakt. Oké. Al mijn sportkleding is van Gymshark. Linkje in beschrijving. We wilden op vakantie zoveel mogelijk activiteiten doen. Paintballen was echt geweldig. En al helemaal omdat we allemaal vet fanatiek waren. Behalve Sam en ik dan. Ik weet niet wat zij deden, eerlijk gezegd. We zijn op safari. Eating mango. Gedroogde mango. Hi. Was inclusief eten. Het eten zelf was wel nieuwe mensen ontmoet. En de volgende dag gingen we alweer cliff springen. Zondag op 27 februari ging ik met mijn vrienden naar een watergat. Dat was een supermooie plek in Zuid-Afrika waar je kan zwemmen en van cliffs kan afspringen. En daar hebben we ook een andere groep jongeren ontmoet. Ik kan me herinneren dat ik zo bang was om van een cliff af te springen. Want mijn angst was echt om een rots te raken. Want je moest over rotsen heen springen om in het water te komen. Maar ik dacht, rage, doe normaal. Dat gebeurt niet. Veel mensen doen deze sprong. Kijk alleen naar het water. Ik sprong. Maar om in balans te blijven deed ik 1 been omhoog. Geen idee waarom. En ik viel helemaal verkeerd. En mijn beel deed zoveel pijn. Mensen lachten me uit. Ik voelde me stom. En ik ging gelijk het water uit. En ging zitten onder een klif waar Sam en ik ook waren. Niet veel later hoorden wij ineens geschreeuw boven ons. Een jongen viel van de klif en belandde voor ons. Met zijn nek op een rots. En viel het water in. Op dat moment had ik niet door wat er gebeurde. Ik keek ernaar en ik dacht, wat doet deze jongen nou? Doe eens even normaal. Hè? Dat is niet hoe je moet springen. Knul, dat is niet goed. Ik moest lachen. Ik dacht, dit klopt niet. Gelukkig sprongen mensen gelijk het water in. Ik dacht, oké, wat kan ik doen om te helpen? Ik stond best dichtbij de trap om naar boven te komen. Dus ik rende gelijk naar boven om hulp in te schakelen, om bereik te krijgen. En na 20 minuten is hij pas boven water gehaald.
En hij heeft het niet overleefd. Dit is een kort berichtje over hem. Ik kan me ook nog herinneren dat hij iets tegen mij zei van... Keep your body together. Keep your body together. Wij hebben na het ongeluk trauma groepstherapie gehad, als ik het goed uitspreek. En ik heb nog steeds therapie om de beelden te verwerken. Wel was het rustgevend dat wij dit als groep hadden meegemaakt. Dit maakte onze band ook best wel sterk met z'n allen. Dit was trouwens de avond na het ongeluk. Iedereen had zijn of haar eigen manier om het ongeluk te verwerken. Ik weet dat heel veel mensen moesten slapen. Sam en ik gingen wandelen. Ik ging alleen maar binnen met mijn moeder. Ja. Ik heb een bericht gestuurd naar mijn vrienden en familie. Wat er is gebeurd. Gistermiddag is er een ongeluk gebeurd. Met vrienden ging ik naar een watergat in Zuid-Afrika. Nu gingen wij zwemmen en van cliffs afspringen. Ik heb geen zin om dit voor te lezen nu eigenlijk. Ik heb helemaal geen zin in. Gisteravond toen ik ging slapen, had ik alleen maar het beeld van die jongen in mijn hoofd. En had ik alleen maar het beeld van mezelf. Dus ik zag alleen maar mezelf van die klif afspringen en dat ik naar achter viel en met mijn nek tegen een rots aankwam. En dat is heel raar, want je zegt tegen jezelf, doe normaal. Denk er niet over na. En ja, je blijft er gewoon over nadenken. En hoe meer je ook tegen jezelf zegt dat je niet over na wilt denken, ga je erover nadenken. En het is gewoon heel bijzonder hoe dichtbij, zeg maar, dit... niet eens 2 meter voor ons... Ik weet niet waarom ik het zo moeilijk vind om dat te zeggen. Maar ik vind het wel heel fijn om even in mijn eentje zo even te praten. Dat vind ik wel fijn. Het ging echt in 2 seconden gebeurde het. Ik ga zo gewoon even trainen. Even alles eruit. Koptelefoon op. Ik weet niet zo goed wat ik weet gewoon niet wat ik met deze situatie aan moet. Er komt zo'n psycholoog naar de lodge. Oh, die ziet dat beeld ook de hele tijd weer voor me. Je wilt dat niet zien. Je wilt niet zien hoe iemand zijn nek breekt op een lodge. En daarna... En hij lag in het water en we konden hem niet vinden. Niemand kon hem vinden. Ik rende naar boven, ambulance bellen. Ambulance kwam echt pas na 30 minuten aan. En dan zit je daar met een jongen die in het water ligt en niemand kon hem zien. En... Ik moest echt even trainen en afleiding zoeken. Letterlijk met alles wat ik deed, bleef ik de beelden voor me zien. Behalve als ik met andere mensen was. Want ik kan niet echt nadenken en praten tegelijkertijd. Training ging daarom niet heel lekker. Maar het was wel heel fijn om in een vertrouwde omgeving te zijn. Dit is krokodil. Het smaakt heel vissig en zoutig, een beetje. Mentally, I cannot think of eating. And what would you say is... Wow! It's like a combination of fish and chicken. Nice. Ik heb hem al een beetje... Ik heb boven mijn gehaald. Sorry. Oh, that's sad. So sad. Vandaag wordt een oké dag. Dit is de pyjama die ik aan heb. Ik weet niet, ik doe dit altijd. Ik vind het leuk om wakker te worden in een mooi pyjama. Dan voel ik me echt zo'n... Ik ga surfen. Op de laatste 2 dagen wilde ik nog wel surfen. Ondanks ik ineens een angst had ontwikkeld voor rotsen. Come to JB. Come learn how to surf with us. Cheers.
is. What is the difference between a flat white and a normal chino? That's right. 3.5 months. I mean, why that? Why can't they tweet? I mean, come on. Oh, so what happened? I called the ambulance, and then it was like, and then like, where is he from? Like, I don't know, he's drowning. And then like, can you spell where you are? I'm like, I'm at the waterfall out of J Bay. Can you please spell it for me? I was like, double Y. Okay, can you exactly tell me where you are? And then they called me actually after 50 minutes. Hey, is it still necessary? And I was like, yeah, he kind of drowned. He's still in the water. He's still in the water, yeah. Okay, so he's not out yet. So it felt like they were waiting for him to die. And then the article of J-Bay was like, we had several forces to help, blah, blah. Really? Het was best wel fijn om offline te zijn, hoe gek het ook klinkt. Dat even niemand wist wat ik deed. Ook gek dat ik gewend ben dat altijd iedereen weet wat ik doe in het dagelijks leven. Niet alles. This is health tip number one on the first out with my very brand new friends from the Netherlands. And I'm trying to show people that which is stronger, factor 50 or factor 30. They have exactly the same protection factor. However, this one you put on less often than that one. But factor 15 to factor 50, exactly the same amount of protection. And don't you forget that with that beautiful young face. And otherwise you too will look like this. So you know what, you get a lot of English people to come down to Africa. So what they do is they put factor 50 on, then they go and they sit in the African sun the whole day, and they wonder why their face falls off at night. They wonder why the body looks like a lobster. Yeah. And that's because factor 50 you got to put on every hour, factor 15 every 20 minutes. Yeah. So there we have it. Thank you. That's het voelde echt alsof we al vrienden waren voor jaren. Doei! Kom maar weer thuis. We hadden echt in een korte tijd een goede en speciale band met elkaar opgebouwd. Nick is also really cool. Nick is also really cool. Nick is also really cool. 22% of all pizzas tonight. Ja. Ik zweer, die bodem was er ineens uit. En jouw smurf ding zat op de muur. Ik had dat gedaan. Ja, dat kan echt niet. We hebben heel huis verwoest in 1 minuut. Yeah, I only got soothing words. You don't need to close your eyes and think of something worse. What about us? What about me, man? I don't wanna live your curse. One day at a time, you'll see it's fine. Wil jij er voice-over doen? Oké, ik heb eigenlijk helemaal geen tijd gehad om te zonnen, dus dat probeerde ik. Lukte niet langer dan 2 uur. Laatste avond. Verder had ik de laatste dag ook nog 2 keer gesurfd. Sam en ik hadden voedselvergiftiging, dus die gingen niet mee het eten. Ze lagen eigenlijk al 2 dagen lang op bed. Ik was eerlijk gezegd bang dat we niet eens terug konden vliegen. Maar dat is uiteindelijk allemaal goed afgelopen. My bloopers. Yo, the woman with the head on. No, I don't want to say fuck her. She was like going right over me. I needed to dive under and she went right over me. It's gonna work out fine. Someday's gonna work out fine. Maar mensen die leven eigenlijk alleen wat je mee, denk ik. Op een bank telefoon. Kom je wel. Ik vind het gewoon lastig. There is a life I lead in this city. Hurrying to cut my teeth, I can take what I need to get by.